Ja. Ja, het is misschien alleen wat koud, maar kijk het even aan. Ik vind het leuk. Dank je. Echt een club-outfit. Ja. Oh, trouwens, Jess weet er wel van. Ja, ja. Gaat zo helpen, die bankjes. Oh, leuk. Ja, dat is twee. Misschien moeten we er iets meer water voor ze in doen, dan kunnen ze zwemmen. Ja. Hey, weet je wat leuk is, Jess, om ook zo nog zo'n bankje erop te zetten, nog meer. Ja. We moeten het helemaal uitbouwen. Ja! Goed zo! Hoi, hoi, hoi! Ah, oh, ze zijn helemaal blij. Daarom kan het ook echt niet weg. Maar ik denk dat ze zich hier ook fijn voelen. Omdat die andere vijf voelen zich denk ik niet heel erg Ja, nee, daar voelen ze niet fijn. Maar kunnen we de tuinslang er niet in leggen? Ja, tuurlijk. Ja, of de sproeier. Dat is echt super lief. Had ik misschien Katie wel mee willen nemen? Ja. Fucking cute, in een eende of zo. Hadden wij ook met ons oude huis. Ja, maar Katie ook kan nu in Almere niet, jongen. Ja. We hebben wel aardige tuin, maar niet groot genoeg om er dieren in te gaan houden. Buiten een paar honden om. Ja. Moet je helemaal niet willen. Kan alleen... Anders had ik ook Katie al gewild. Ja. Wil je Katie hebben? Dat kan niet. Oh. Eerst hadden we er wel ruimte voor, maar... Mm-hmm. Nu niet meer. Nee, we hebben een heel groot weiland ook gehad. Aha. Nee, oké, die gaat lekker terug naar Roos toe. Grote tuin ook. Ja? Ja. Ja, dat vond Katie wel leuk. Mm. Waar is Katie? Wel drie keer dat grasveldje. Ja? Of vier keer? Nee, wel meer zelfs. Ja, Anna zou naar mijn nichtje kunnen. Die had ook altijd een geit. Maar ik denk dat Anna ook gewoon lekker terug gaat naar Roos. Wel leuk dat je een utopia diertje kan hebben. Ja, hè? Jij bent zo mooi met een peuk in je bek. Ah. Ah. Dat is echt lief. Het staat hem ook zo mooi, zo'n checkie op zijn lip. Die heb ik voor je, knul. Eerst even kijken of die niet op... Nee, ik gooi hem. Even kijken of die niet op vol staat. Nee. Ja hoor. Dat vind ik niet normaal. Hi. Hallo, knullenbak. Knullenbak? Ja. En dan? Nee, gewoon. Hoe is het? Goed met jou. Goed. Ja? Nee. Wat dan? Ik ben moe. Oh. Ik ben kapot. Kan het nou? Weer op. Ben je op? Dat denk ik wel. Nee. Ik ben wel helemaal uitgeleefd. Dat kan ik je wel vertellen, die 15 maanden. Oh ja. Ja, 15 maanden Gerrit. Nou, ik bestaal wat langer hoor. Oké. Maar ik zit al 15 maanden in een televisieprogramma. Ja. Magische grens, 15 maanden. Nou ja, je hebt het behaald. Had je dat van tevoren gedacht? Nee. Nee, hè? Wat ik me voor heb opgegeven, heb ik voltooid. Alles wat nu extra is, is bonus. Extra is sowieso altijd bonus. Mm-hmm. Of niet dik? Ja. Dik zit halfjaartje in Utopia of korter? Nee, korter. Nou, zo voelt het niet. Nee. Dick, hoe lang ben jij hier? Ja. Jij staat in onze nieuwe kalender, hè? Ja! Ja. Dick. De mooiste haan. Nou. Dick in de kalender. Eigenlijk hadden we Dick en Freek in de kalender moeten hebben. Allebei? Ja. We zijn geen vrienden. De baasjes van Utopia. De mannetjes. Maar Dick is wel de slumiel van de twee. De wat? De slumiel. Is zo. De sukkel. Oh, kneusje. Ja. Ja. Hey, hey. Hallo. Dick is aan de andere kant.
I'm a dikke. Ik kan niet zien dat we de bank verplaatsen. Nee, ja, we moeten even wachten. Totdat hij weer naar binnen is. Ja, maar de vraag is of hij dat gaat doen. Gaat hij niet naar de studio? Oefenen alvast, wat heeft straks DJ les. Hoe laat is het? Hoe laat hebben jullie les dan? Ja, gaat misschien wel bij de poort wachten. Oh. Hoe laat komt hij? 4 uur? 4:30, na 4:30. Wat ga je nu doen dan? Hè? Wat ga je nu doen? Ik had even nummertjes van hem gedownload. Die ga ik zo even horen. Ik ben benieuwd wat voor muziek hij zelf ook. Oh, je gaat naar de studio? Ja. Oké. Joodly. Wat wil je doen? Ja, we kunnen wel langslopen als hij in de studio is. Ja. Dan gaan we wachten even totdat de studio in is. Gaan we even bij hem kijken, gooien we de deuren dicht, zodat we weglopen. Ja, maar hij ziet toch gewoon niet dat wij met die bank lopen te showen. Nee, niet als we die deuren dicht gaan gooien als hij in de studio is. Ja, maar hij oh ja, kan er doorheen kijken. Ja. Kut. We moeten van via achter lopen. Maar dat kunnen we wel. Ja, we doe dat zo. Ja. Oké. Even wachten totdat hij in de studio is. Ja. En die gouden toch? Hallo Dylan. Hey, nice. Wat? Ik heb het nog nooit gedaan, dus als je kan helpen dan... Oké, ik kom het zo wel aanzetten. Maar de atelierdeuren staan nog open, hè? Wat? Atelierdeuren staan nog open. Dus dan ziet hij ons wel langs. Stoppen we of we moeten achter de gym achter. Langs? Ja. Ja, laten we dat maar doen. Oh, dit wordt echt leuk. Hé, wat luistert hij nou voor? Leuk nummer. Ik heb geen glazen gepakt hoor. Wat? Ik heb geen glazen gepakt hoor. Nee, hou je hem nog? Wel champagne, ja. Wel champagne? Ja. En we zitten Ger op de bank, hè? Ja, met jou? Nee, ik niet. Niet? Nee, het gaat om Ger. Oh, voor zijn 15 maanden. Rust. Achter de tent. Yes. Wow. Oh, pas op, hier zijn allemaal stronken en zo. Hier moet je heel voorzichtig lopen. Even langzaam dan. Ja? Ja. Oké, we gaan nu rechts. Oh, dit ziet hij toch ook? Hey, hallo. Hi. Hey. Kut, sorry. Oké, okay, de bank moet wel andersom. Hè? De bank moet andersom. Ja. Kutzooi. Kunnen we hem niet beter gelijk roepen? Ja? Ger! Kom eens! Kom eraan! Ja, zet me naar achter ook. Oké. Okay. Oké, okay, wat ik een beetje ga doen is gewoon een beetje zo staan. Ga zitten dan. Oké, okay, doe gewoon een beetje zo. Toch, een beetje zo. Hm. En dan komt er champagne shower, dan pak ik die fles. En doe ik zo bij hem, toch? Zo. Ja. Dan gewoon een beetje zo, toch de hele tijd? Ja, en ook een beetje eromheen lopen. En weer lopen zo. Ja? Oké, okay, maar mijn zender is wel, kijk, je ziet wel iedere keer dit. Ja, maakt niet uit. Okay. Kom je even, Ger? Ja. Hey, bij Brendan trouwens. Oh ja, waar is hij? Ja, Brendan is echt best wel heel goed, best wel ziek. Dus ik had hem vanmiddag even wat gegeven, maar hopelijk is morgen wel het dak af. Weet je, want als ze vanmorgen het dak gaan doen, dus ik hoop wel dat hij beter is, dat het dak gedaan wordt. Ja. Maar dan moet je eerst even hebben we die plaat al? Ja, die staan hier. Oh god, ja. Ja. Ja, dat moet wel. Alleen daarom heb ik hem net ook even aspirintjes opgegeven, weet je wel. Maar ik heb gezegd dat het morgen afkomt. Oké. Okay. Dus. Hey, het is wel belangrijk dat hij nog even geen gaten erin snijdt. Geen gaten? Dat we de clipopname hebben gehad vrijdag. Oké. Okay. Want het moet donker zijn. Ja, misschien kun je dat ook even tegen hem zeggen dan. Ja. Ja? Ja. Oké.
Moet je niet even iets uitleggen of zo? Iets uitleggen? Ja. Ik was hier een beetje aan het dansen. En jullie hadden het natuurlijk gisteren over de videoclip. Dus ik dacht, ik ga gewoon laten zien wat ik in gedachten had. En dan mag jij bepalen of jij denkt van, hey, dit is leuk voor de clip of dit is het helemaal niet. Mag ik bepalen? Natuurlijk mogen jullie dat bepalen. Oh, we? Ja, jullie of... samen, ja. Maar ik heb het net aan Jessie laten zien, dus ik dacht, laat het ook even aan jou zien. Waar wij het over hadden gehad was, wordt er überhaupt in gedanst? En toen zei Frenny, ja weet je, sowieso blijven ze niet zo staan. Snap je? Mm-hmm. Het is sowieso sensuele bewegingen en dat soort dingen en zo. En... Misschien moet ik het wel gaan doen, dat dansen. Ja, doe mee. Gij wordt helemaal gek. Tuurlijk. En dan kom je erbij zitten. Anders... Het zijn dus sowieso sensuele bewegingen. Ja, zo. Ga en er gewoon naast zitten, dus toch lachen. Ja, ik wil dat. En Frem wil, het is gewoon een soort van open sollicitatie. Ja. Dus ik had net ook al gezien, toen dacht ik, nou leuk. Ja, toen hadden we nog niet eens de bank. Toen heb ik ook heel duidelijk zeg maar gezegd van, het moet geen circus van inwoners worden. Nee. Maar ja, weet je... Ja, laat maar even zien, Ger. En dan gingen we de bank halen en die zag jij naar binnen gaan. Ja. Wij hebben een partij omgelopen. We hebben helemaal zo gelopen en toen zagen we jou bewegen en wij zo stilstaan. En toen, alsnog... Ik dacht al van, jullie zijn ergens mee bezig. Ja. Ja. Top. Maar oké, ja. Ik ben heel erg betrokken wat er op het terrein allemaal gebeurt. Ja, maar toch wel. Ja. Hè? Ja. No? Nee, maar weet je wat het is? Jessie zei ook, maar je droom is eigenlijk dansen in een videoclip. En toen zei ik, ja tuurlijk, maar dit is wel, zou wel een beginnetje kunnen zijn voor mij. Of een begin. Maar in ieder geval, ja, vond ik leuk om te doen. Dus... Oké, okay, we hebben weinig tijd als echte sterren. Oké. Okay. Dus zeg succes. Ik ben benieuwd welk nummer je hebt gekozen. Fuck euro's. Hey! Oké. Okay. Ik slaap bij vriendinnen, maar wandel met mij 137 naar binnen. Zij kiest voor status en ik kan het weten. Leven lang vergeten. I'm changed. Zij zit op mij en ik ken haar niet eens. Kan me niet omheen, je bent niet voor de fame. Ja, niet te zien, wil je met me mee. Die shit is niet oké, okay, maar jij ziet geen probleem. Want ik ben op tv. Kan er niet omheen, je bent niet voor de fame. Ja, dan niet te zien, wil je met me mee. Je mag meedoen, die shit is niet gebruik je geluid, toch? Maar jij ziet geen probleem. Want ik ben op tv. Ik ben een jongen met dromen die ik fix. Geef een champagne shower op je pis. Verstand van zaken zonder ogen laten. Money op de pizza it is. Varen op succes, we gaan over tot taxi. Stuur me een DM, ik pik je op in de taxi. Jij moet ook meedoen. Ik zal vergeven, dus dat gaat niet. Snelheid geboden met het geven van een reactie. Nooit veranderd, hetzelfde gebleven. Nu is alles anders met een nadruk op leven. Girls in the road, chicks on the flow. Rich, red and black, alright, let's go. Kan er niet omheen. Je bent niet voor de fame. Ja, dan niet gezien, wil je met me mee. Die shit is niet oké, maar jij ziet geen probleem. Want ik ben op tv. Kan er niet omheen, je bent niet voor de fame. Ja, dan niet gezien, wil je met me mee. Die shit is niet oké, maar jij ziet geen probleem. Want ik ben op tv. Ja? Nooit heb ik getwijfeld aan mijn eigen kunnen. Ik loop mijn eigen pad door. Er moet chicks afschudden. Schudden! Nieuwe relatie. Sorry, bitch. Nee, dat... Oh, dat vindt hij dan weer niks. Wat? Ik dacht, ja, doet je stukje ook even. Nee, maar het ging met name om jou. Respectloos. Nu. Ik vond het wel leuk om te doen. Ja? Ja. Hi. Hallo. We gaan nu heel ongemakkelijk jou aan blijven kijken. Nee, we moeten gewoon even samen kijken hoe of wat en wat jullie leuk vinden. Straks eventjes bellen natuurlijk. Ja. En even kijken wat hij zou vandaag nog even gaan kijken voor een script. Mm-hmm. En eventjes in overleg. Ja, zoals je nu ook ziet, er zal wel gewoon wel in gedanst worden. Mm-hmm. Want anders wordt het een hele statische gebeurtenis, 3 minuten lang. Mm-hmm. En ja, dan is het de kijk, vraag, joh, als we... Ja, sorry. Als je het heel graag wil en jij ziet dit als een opstappie en je vindt het leuk om te doen, dan ben ik er wel mee eens. Joh, als jij dat heel graag wil. Maar ik ben er wel voor dat we nog steeds bij die 4 andere modellen ook blijven. Dus dat we dan in totaal 5 hebben. Tuurlijk. Ja, minimaal 4 was het. En weet je wat het is? Je kan er eentje aan de zijkant allebei hebben, eentje achter, één in het midden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Of overheen liggend, over allebei. Nou, fantastisch. Ja. Maar weet je wat ook misschien wat tof is? Ik weet niet of jullie al helemaal een idee hebben hoe jullie het gaan vormgeven. Maar dat zat ik even te bedenken. Dat als je het couplet hebt, dat je gewoon alleen jullie hebt. En bij het refrein dat je dan die meiden eromheen hebt. Omdat het dan toch een beetje uptempo, een beetje vrolijker en chickies erbij. Ja, geen idee. Ik heb maar niet echt verstand van videoclips of zo. Maar ik denk dat hij er wel mee komt, toch? Ja.
Het wordt een hele basic setting met gewoon een hoop mooie vrouwen. Mm-hmm. En dan zal het vast wel goed komen. Ja. Ja. Als je maar wel weet, Ger, dat ik wel gewoon echt serieuzer mee ben en niet het ziet als een lolletje of zo. Nee, het lijkt me gewoon echt super tof. En, nee, dat, wat ook echt even heel belangrijk is, is mocht dat uiteindelijk de conclusies zijn dat je meedoet. Mm-hmm. We hebben natuurlijk morgenavond feest, maar om 11 uur beginnen de opnames. En je moet echt fit zijn. Ja. Dus als jij tot het naadje gaat en donderdagavond naar bed gebracht moet worden, trekken we de stekker eruit. Tuurlijk. Logisch. Maar het is je droom, dus ik verwacht dat je dat gewoon goed gaat doen. Maar het is wel gewoon wel iets wat je van tevoren beter met elkaar af kan spreken. Tuurlijk. Komt toch? Goed. Anders krijgen we zo'n verhaal als met Milena. Mm-hmm. Nee, ja, nee, ik neem het gewoon heel erg serieus. En ik wil het gewoon heel graag, anders had ik dit nu ook niet voor jullie gedaan. Ja, het was, met jou was het nog een geintje. Toen dacht ik, ja, ik durf dat voor Ger. Ja, waarom niet eigenlijk? Doe ik gewoon. Is toch lachen. En laat ik in ieder geval zien dat ik het heel graag wil. Maar als we straks gaan bellen en de conclusie is dat Fren meedoet, moeten we ook als er modellen zijn, moeten we vragen van joh, kunnen jullie een extra setje voor Fren meenemen? Of moeten we het gaan bestellen? Mm-hmm. Neemt Remco het mee? Waar gaan we het bestellen? Mm-hmm. Komen we dan uit bij Christine Leduc? Dat denk ik wel. Ja, ik zat dus al, daarom heb ik de hele ochtend staan dansen ook een beetje. Want stel je voor, ik mag, ja, moet ik wel een beetje fit zijn natuurlijk. Ja. Mijn pens op mijn knieën is ook niet echt leuk om, hè? Nou, dat heb je toch niet. Nee, dat heb je sowieso niet. Nou, bedankt. Maar, heb je... Ziet het goed uit? Ja. Dank je. Heb je... is er überhaupt kleding op het terrein dat je van, nou, dat is misschien wel sexy? Of nou, wat verstaan jullie onder sexy? Nou, gewoon een club outfit. Sexy club outfit. Dus wel gewoon gewaagd, mm-hmm. maar niet overdreven. Nou, ik had het net ook met Merel erover, maar die zei ook van, joh, anders kunnen we erop... langs laten komen als het echt... Ja, nee, absoluut. Maar het is meer... Is ik heb niet echt iets. Kijk, een jurkje, dat gaat er niet worden. Mm-hmm. Nee. Ja. Moet wel iets speciaals zijn. Moet wel echt... Ja. Niet iets alledaags. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat ik dat niet hier heb. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar straks eventjes naar kijken. We gaan zo meteen in ieder geval... Hoe laat is het? Het is altijd. Ik denk dat ik wel vast even kan bellen naar... Kwart over 4 bijna. Zou de einde van de middag zouden we eventjes bellen naar Juri. Ja, ik moet nu wel weer terug, want ik ben DJ. Ja, is goed. Nou, kom hier met die shampoo dan. Laten we de bank staan, ja toch? Ja, joh. Gaan we toch de komende 2 dagen niet nodig hebben. Mensen zijn druk aan het werk, toch? Vond je het leuk, Ger? Ja. Ja, echt? Ja, echt. Hey. Joepie. Ik vond het ook leuk om te doen. Yes. Wil je ook die nummers horen van hem? Nee, dank je. Van Dylan. Waarom van Dylan? Dat heb ik even geleend. Voor wat? Ik heb wat leuks gedaan. Oh? Is dat die 1% champagne? Ja. Die fles van mij, joh. Hè? Die fles van mij, joh. Oh, sorry. Ik dacht dat die van Dylan was. Maar ik heb hem niet gedronken. Brand is alive. Ja? Ja. But he needs a deo, man. Deo? He's stinking. Oh shit, he hears me. Nou, het was echt superleuk en ik heb echt genoten. En hoe heet het? Ik deed heel goed op de timing. Ik geef een champagne shower op je bits, zo. Die champagne bij Ger. Die zat helemaal los te gaan ermee. Ja? En hij zegt, joh, meid, als het... Nou, niet meid, maar van joh, als het echt je droom is, dan kan jij met 3 of 4 andere modellen... Ah, dat vind ik mooi. Cool, yeah. Maar ze gaan even bellen nu. Ja? Van joh, wat is de bedoeling überhaupt? Komen er überhaupt meiden? Ja, waarschijnlijk wel. En dan zit ik er hopelijk gewoon tussen. Nou, dat is echt leuk, Poes. En ze begonnen gelijk over outfitjes en ja. Oh, dat is echt leuk. Ja. Ik had niet verwacht dat ze althans dat Ger enthousiaster zou zijn. Ja, ik dacht, oh god, die gaat me toch of een partij afwijzen. Ja. Of zegt, oké, vooruit, weet je. Superleuk. Maar super chill. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar je had ze moeten zien. Ja, ik wilde eigenlijk komen kijken, maar ik dacht, nee, laat ik het moment niet verpesten. Oh, nou, had wel gemogen hoor. Maar nee, morgen kom ik wel kijken. Of vrijdag bedoel ik. Ja, die bank stond daar dus.
En hij ging zo zitten en ik ging zo voor hun staan. Toen ging hij weer opstaan. Ik zeg, nee, blijf lekker zitten. En toen zei ik iets van, toen zei ik ook alweer. Ja, Ger, ik heb dit even voor je gefixt. Want natuurlijk, we hebben het over de videoclip gehad en bla, bla, bla. Maar het zou wel echt een begin van mijn droom kunnen zijn. Dus ik wil die graag met beide handen aanpakken. Ah. Ze zijn helemaal te trillen over. Oh. Echt eng. Echt leuk, jongen. Ja, dat is echt heel grappig. Echt geweldig. Ik zie Jens.